Nee, dat is altijd leuk voor de jongens natuurlijk. Het belangrijkste is dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ondanks dat het misschien mentaal moeilijker is om je op te laden, maar ze hebben een goede wedstrijd gespeeld. En dan zie je ook dat de jongens ook eens plezier eraan beleven. Je hebt jongens op de bank gelaten om te laten rusten. Zelfs die jongens hadden plezier in deze wedstrijd en dat telt ook al eens mee. Het moet niet altijd druk zijn, plezier telt ook. De kwalificatie was natuurlijk vooraf al geweten, denk ik dan. En dan wacht daar in de halve finale Gelco Hasselt hier in het rooi. Een klepper van formaat, hè? Wederom een topper, hè. Maar ja, daar zijn we voor gemaakt om toppers te spelen. Dat willen de jongens, daar leven ze ook voor, daar trainen ze ook voor. En we zullen wel zien wat dat brengt, hè. We moeten ons nu rustig voorbereiden, ook op de competitie natuurlijk nog. En dan zien we wat er gebeurt. Als we topfit zijn, moeten we iedereen aankunnen en hopen dat iedereen blessurevrij blijft. En dan zien we wel. Anders tot andere jaren is het wel veranderd in de beker van België. Dat nu de halve finale in één wedstrijd gespeeld wordt, hè. Dus is dat dan een voordeel in eigen huis? Tuurlijk, thuisvoordeel is altijd een voordeel. Volle bak waarschijnlijk weer, de supporters achter ons, dan kunnen wij ook altijd ietsje meer. En dat is zeker een vast een voordeel. En, okay, ja, we moeten er gewoon het beste van maken.